De politie heeft zondag bij de Snevert in Schagen een 30-jarige automobilist van de weg gehaald. De man reed over de N241 bij Opmeer en was met zijn aandacht niet bij de weg. Een achter hem rijdende auto maakte beelden met zijn dashcam en waarschuwde de politie. Op de beelden is te zien dat de man slingerend over de N241 richting Schagen reed. De bestuurder bleek niet onder invloed van enig middel, maar verklaarde steeds op zijn telefoon bezig te zijn geweest. De dashcambeelden werden door de politie op Facebook gezet. Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd.